goed. Dennis Odoi, je bent de man die altijd recht toe recht aan spreekt. Geef eens je mening na deze 0-0 tegen Cercle Brugge. Ja, slecht aan de wedstrijd begonnen. Ik denk dat we, als je tegen een ploeg als Cercle speelt, dat je ze direct onder druk moet zetten. Ik denk dat we veel, iets te laag speelden, waardoor ze van achter en dan in het verdediging aan het middenveld vrij konden voetballen, dat daar te weinig druk was. Hebben we wel nog een grote kans gehad met Hans. De tweede helft dan beslist om hoger te spelen, meer druk te gaan zetten. En toen zijn ze er eigenlijk ook amper uitgekomen, maar dan te veel kansen nodig om te scoren. Ja, de tweede helft die was merkelijk beter, maar ja, het begint stilaan misschien een beetje hetzelfde verhaal te worden tegen Staarploegen. Die bal wil er maar niet in. Ja, tegen Westerlo hebben we misschien te weinig kansen gecreëerd. Tegen Lierse was het niet goed. Vandaag was de eerste helft niet goed, de tweede helft was beter. En hebben we zeker voldoende kansen gehad. Misschien een score kunnen winnen. Hè. Is daar een verklaring voor dat het misloopt? Nu ja, misloopt, dat het minder loopt tegen die kleinere ploegjes. Is dat mentaal, dat het moeilijker op te laden? Of is het vermoeidheid van de vele wedstrijden? Of is het toch iets anders, denk je? Ik denk niet dat onderschatting is van de tegenstander. Omdat we altijd kunnen altijd goede zaken doen in het klassement. En dan is het jammer dat je het laat liggen. Het begint zwaarder en zwaarder te worden. We moeten rekenen, als de winterstop begint, dan hebben we 26 wedstrijden gespeeld. Vroeger was dat bijna een volledige competitie. Zeker niet onderschatten. Maar oké, daar heb je voor getekend als je gekwalificeerd voor Europees voetbal. Er is ook nog een andere factor, misschien niet dat hij alles heeft bepaald, maar Boukou, telkens hij een wedstrijd van Lokeren fluit, ja, lijkt het niet te willen lukken. Ja, ik kan me daar niet over uitspreken. Tegen Gent fluit een goede wedstrijd. Die voor vandaag moeten we maar zelf uitmaken. Goed. Volgende week Zulte Waregem. Ja, ook een ploeg die het minder doet dit seizoen. Maar wij hebben toch misschien ja, stilaan wel wat punten nodig voor play-off 1. Ja, Zulte Waregem is slecht aan de competitie begonnen. Maar die zijn ondertussen wel... Die hebben zich herpakt. En dat is een ploeg denk ik, die ondertussen met vertrouwen speelt. Dus dat gaat zeker een moeilijke wedstrijd worden. Je weet ook dat Zulte Waregem een sterke thuisreputatie heeft. Zeker vorig jaar. En ze hebben altijd maar meer en meer vertrouwen. Dus het gaat een zware dobbel worden. Ja, er staan nog een aantal belangrijke wedstrijden op het programma voor nieuwjaar. Kharkiv die telt misschien ja, is die enkel nog voor de statistieken. Maar daarna Zulte, Gent, Kortrijk. Ja, daar kunnen we wel heel wat winnen. En ook misschien verliezen. Hopelijk niet dat laatste natuurlijk. Ja, het zijn, Kharkiv, dat is een wedstrijd die gespeeld moet worden. Misschien moeten we daar als ploeg of de technische staf daar bepaalde beslissingen nemen met het oog op de toekomst, de wedstrijden die eraan komen. En we kunnen ook heel goede zaken doen voor de winterstop. Hè. Ik denk aan de bekerwedstrijd tegen Gent. En dan zeker Zulte Waregem volgende week en Kortrijk thuis. Dat zijn heel belangrijke wedstrijden. Tot slot, laatste vraag. Donderdag Kharkiv. Denk je dat het wijzer zou zijn om een aantal spelers te laten rusten? Met het oog op het zware vervolg zoals je zelf aangaf? Ja. Oké, okay, klaar en duidelijk. Dank je wel, Dennis. Dank je wel. Dank u. Dank u wel.